Op donderdag 19 januari was er in zaal Heidehof in Zomerheide een informatieavond over de nieuwe bestemmingsplannen. Wethouder Leon van der Moosdijk vertelt wat daar allemaal besproken werd. We zijn een jaar geleden eraan begonnen. We hebben eerst plannen gemaakt om te gaan handhaven. Daar hebben de mensen in dit gebied hebben allemaal een rapport thuis ontvangen van de omgevingsdienst of van de gemeente met wat wij geconstateerd hebben dat er iets fout is. En al die mensen hebben bezoek gehad van iemand van ons die met hen aan de keukentafel heeft gesproken over wat de nieuwe bestemming moet zijn. En dan praat je over zeg maar, bijgebouwen die niet thuis horen? Ja, bijgebouwen die niet thuis horen. Bijvoorbeeld ook, en dat is denk ik de grootste groep, gestopte boeren. En heel veel boeren weten heel goed als ze stoppen met boeren dat ze met de fiscus moeten afrekenen. En dat ze met de Kamer van Koophandel zeggen van nou ik ben geen boer meer. Maar om even naar het gemeentehuis te gaan en te zeggen ik boer niet meer, nou moet mijn bestemming veranderd worden. Dat gebeurt vaak niet. En dan zitten mensen dus te wonen op een agrarische bestemming. En dat lijkt heel onschuldig. Maar als je naar de hand je woning wil verkopen of je wil een keer iets gaan verbouwen, dan zeggen wij van ja, maar wij zeggen dan, daar krijg je geen vergunning voor. Maar ook heel veel banken zeggen dan tegen een koper, wij financieren een agrarische bestemming niet. En dan komen mensen pas in de knel. En daar hebben we al heel veel schrijnende gevallen van gehad. Van kinderen die zeggen van pa en ma hebben niks geregeld. Nou zijn ze overleden. En dan proberen wij de huis te verkopen. Maar het is niks waard. Dan is Holland in last. Want vaak bij een erfenis. Ja, dan merk je pas wat er eigenlijk wel en niet goed geregeld is. Nu zijn we zomerwethouder. Zaal Heidehof. Die avond is eigenlijk nodig om dat allemaal toe te lichten. Ja, want we willen gewoon het bestemmingsplan waar we aan het maken zijn, zorgen dat mensen zo goed mogelijk weten in welke stap ze zitten. De mensen in het proces precies weten welk moment ze wat moeten doen. En nu begint het voorontwerp. En dat is voor ons de eerste stap waarin wij zeggen, dit hebben wij gemaakt aan bestemmingsplan. En zeg maar wat je ervan vindt. Want in de volgende fase gaan we het aan de raad voorleggen en daarna dan wordt het vastgesteld. Dan is het veel moeilijker, want dan moet je langs de rechter om er nog iets aan te veranderen. Dus dit is de manier om heel makkelijk te zeggen, gemeente, foutje, vergeten, corrigeer het even. Of gewoon, ik ben het er niet mee eens, want jullie hebben iets vastgelegd wat ik niet goed vind. Avonden komen dan per deelgebied? Ja, we hebben nu deelgebied 1 zo'n avond belegd. Maar voor deelgebied 2, dat is even grof het gebied tussen Nieuwendijk en de Kerkendijk en de Boerkamplaan. Dat is een behoorlijk grote lab. Daar zijn we nu met controles bezig. En dan gaan we komend najaar weer beginnen met informatieavonden. En wij merken dat via het contact en via Sirius communiceren heel goed werkt. Want vanavond was het misschien wat minder druk. Maar de eerdere avonden hadden we een hele goede opkomst.